Langs de A15, ter hoogte van Tiel, rijst een hoteltoren aan de horizon. Het Van der Valk-concern bouwt aan haar 100ste vestiging. De skyline van Tiel krijgt een landmark. In deze aflevering hebben we het over ongewenste gasten met Gert-Jan van der Valk en restaurantmanager Turkay. Ik hoorde Gert-Jan zeggen, ze zijn er en ik wist genoeg. En de bouw van de hoteltoren schiet op. We praten hier erover bij. De keerzijde van een groot en succesvol horecabedrijf runnen is dat er soms misbruik van je gastvrijheid wordt gemaakt. Nou ja, in het verleden zijn natuurlijk heel veel voorvallen geweest met gasten, met insluipers. Er is van alles gebeurd. En door de jaren heen zijn we natuurlijk wel slimmer geworden. En niet alleen Hotel Tiel, maar heel de familie van de Valk werkt samen om het voor ons allemaal veiliger te maken. En 20 jaar geleden hebben wij een aantal insluipers gehad. Dat waren 3 Colombianen. En die hebben in de hotelkamers van onze gasten spullen gestolen. Ik kan me nog herinneren, 20 jaar terug, inderdaad. Het voorval met Gert-Jan. En de diefstallen die we toen intern op de kamers hadden. Ja, ik was in bespreking op mijn kantoor. En ik over de schouder van mijn gesprekspartner zie ik op de schermen dat ze aan het inbreken zijn. Ik ben direct mijn kantoor afgerend. En onderwijl dat ik dat doe, zien een aantal mensen mij rennen. En die zijn achter me aangerend. Ik hoorde Gert-Jan zeggen, ze zijn er. En ik wist genoeg. Ja, er ontstond een serieuze worsteling. Zowel Turkay die vloog er bovenop. En ik ook. En met z'n tweeën hebben geprobeerd om ze tegen te houden. En het is helaas niet gelukt. Omdat hij te vaak naar zijn binnenzak greep. En wij wisten natuurlijk niet of hij een steekmes bij zich had of een vuurwapen. Waardoor ze uiteindelijk toch weer ontkomen zijn en ontvlucht zijn. En we hebben dat een soort van achtervolging gehad door het hele gebouw. Zover ik het mezelf kan herinneren was dat volgens mij in ieder geval door een zaal. We hadden een ratelband, daar zitten met een groot evenement. Wij er doorheen, want die man die vlucht gewoon de zaal in. Door de zaal, wij erachteraan. En die mensen applaudisseerden terwijl we door de zaal heen rennen, maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. En Emiel op het podium met zijn verhaal. En wij liepen daar doorheen. Ik wist vanuit de camerasystemen waar ze het gebouw zouden gaan verlaten. Ja, wij om het hotel heen. Ik ben naar buiten gegaan. Ik heb heel snel mijn auto gepakt en daarmee gezorgd dat zij het terrein niet afkwamen. De overvallers deden de poging om er toch tussenuit te knijpen. En op dat moment stapte ik ook bij Gert-Jan in de auto. We zijn met z'n tweeën naar de hoek van het terrein gereden. En op het moment dat ze in hun auto stapten en voor ons langs wilden, hebben wij de weg afgezegd, zullen we maar zeggen. En vervolgens is het toch op de een of andere manier gelukt. Ondanks dat Gert-Jan een hele grote auto, volgens mij 500 Mercedes SEL had hij. En dat werd natuurlijk met spinnende wielen en een hoop gedoe, is hij uiteindelijk losgekomen. En ze gaven gewoon volop gas en maakten het er gewoon dat ze weg konden komen. Het eerste stuk ging nogal wild. Een beetje, zij reden tegen het verkeer in. Ja, volgens mij hadden die mensen dat helemaal niet in de gaten. Ja, een achtervolging ingezet tot ongeveer bij Gorinchem. En daar is in de tussentijd de politie op komen dagen. En die heeft ons keurig netjes geholpen. Okay, we waren zo blij dat we ze te pakken hadden. We hebben ongelooflijk veel dingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat dit gewoon niet meer kan gebeuren. Veiligheid voor gasten en personeel staat ook bij de realisatie van het nieuwe Hotel Tiel hoog op het lijstje. Wat van dat lijstje al afgevinkt kan worden is de plaatsing van de glazenwasinstallatie. Die werd de afgelopen week op grote hoogte aangebracht. Langzaamaan wordt het nieuwe silhouet van de 100ste vestiging zichtbaar. De witte retro look die 30 jaar dienst deed als futuristische vorm van het dak wordt vervangen door een moderne, gestroomlijnde dakconstructie die stap voor stap wordt doorgetrokken. En ook de gouden glazen gevel van het nieuwe casino naast de nieuwe ingang zit er inmiddels tegenaan. Het casino zal naar verwachting rond 1 mei operatief zijn. Binnen wordt er hard gewerkt om alles op tijd af te hebben. Traplopen naar de 16e etage hoeft niet meer. De liften zijn geplaatst en werkend. In samenwerking met lokale bedrijven wordt er nu gewerkt aan de afwerking binnen. Meer daarover in de volgende aflevering. Heel veel mensen denken wel in de omgeving dat wij alles zelf doen. Dat is niet zo. Wij doen heel veel samen met andere partijen, waaronder Securitas, die voor de veiligheid zorgt. Ten volle tevredenheid van ons.
En ook voor de nieuwe hoteltoren zoeken we eigenlijk gewoon nog wel partners die met ons mee die mooie toren gaan realiseren.